Het goede aan de energietransitie is dat ze ons toelaat om het design van onze huizen te herdenken. En ook dat van onze auto's. En ook bij Jaguar waren ze gemotiveerd om nieuwe grenzen af te tasten. Met deze nieuwe iPace. Als we het eerste 100% elektrische model van het merk dan toch in een hokje moeten drummen, dan wel dat van de SUV's, of niet? Tja, nee. Eigenlijk valt deze Jaguar met geen enkele andere SUV te vergelijken. Met geen enkele andere auto, tout court zelf. Een woordje uitleg. SUV of niet, de lage motorkap, dito daklijn en korte achtersteven lijken vooral bestemd om de aerodynamica te dienen. De lichtsignatuur met dubbele J-vorm, de knappe verzonken deurgrepen en de grote wielen laten er dan weer geen twijfel over bestaan dat dit een echte Jaguar is. Ongezien daarentegen is het erg naar voorgeplaatste interieur met atypische proporties en ver in de uithoeken geplaatste wielen voor een maximale binnenruimte. Dankzij de nieuwe technische mogelijkheden of eerder het gebrek aan technische obstakels weet de iPace makkelijk gelijke tred te houden met de grote SUV's als de F-Pace. De beenruimte achterin is riant, net als het koffervolume dat varieert van 656 tot 1453 liter. Achter het stuur valt vooral het volledig digitale Touch Pro Duo infotainment systeem op, dat zowel ergonomisch als esthetisch behoorlijk goed in elkaar zit. Onder de moderne bestuurderskamer schuilt minstens even moderne techniek. Twee elektromotoren, één op elke as, stuwen deze iPace van 0 naar 100 km per uur in minder dan 5 seconden. Als een vliegtuig op een startbaan, zo voelt dat aan. Maar dan wel zonder het geluid van de straalmotoren. Bovenop de absolute werkingsstilte acteert de Jaguar ook mooi in balans. Dankzij een perfecte 50-50 gewichtsverdeling en vierwielaandrijving. Ook het lage zwaartepunt met een in de bodem geïntegreerde batterij draagt bij tot zijn dynamische weglegging. Zijn jus haalt de iPace uit een lithium-ion exemplaar met een capaciteit van 90 kWh. En dat is goed voor een WLTP-autonomie van 470 km. De vermenigvuldiging van het aantal publieke laadpalen en de inburgering van thuislaadstations behoort de zogeheten range anxiety daarmee eindelijk tot het verleden. Alle lichten staan dus op groen voor een mooie carrière.